Ze hebben recyclatie gedaan met hun kleren, met voorwerpen die weggegooid kunnen worden. Dus kranten, dozen, alle materiaal die, die je weg kunt gooien als een kleuters, als een kostuum. En met die kostuum kunnen ze een show vandaag vertonen voor onze cliënten van alle dagbesteding. En waarvan de beste zal een prijs krijgen. Wat een mooie initiatief. Waar hebben jullie deze initiatief gehaald? Het initiatief kwam doordat we denken dat alles geld kost. Afvalstoffen kun je mooie dingen maken die toch echt creatief kunnen zijn voor de communiteit van Bonaire. En waarvan onze doelgroep, de ouderen, hebben dat vandaag geïllustreerd. Ja, voor ons was het ook bijzonder om hier te mogen zijn. En toen hebben we gezien al die voorbereidingen dat het personeel van de zorggroep, maar ook van de bewoners zelf, de cliënten, hebben gedaan. Dus kunnen we zeggen, het was echt een succesvolle dag. Wat vond je van het thema van de modeshow? Ja, het is bijzonder, hè? Want recycleren van alles dat we hebben, mag ons ook, hoe moeten we zeggen, mag ons... Moeten we ook denken elke dag, hè? Dat we moeten ook alles wat we gebruiken voor het milieu ook zelf, moeten wij ook proberen zo meer mogelijk gaan recycleren. U was een jurylid, zou u de volgend jaar of de volgende keer ook een jurylid willen zijn? Ja, zeker. Voor zulke evenementen ben ik altijd klaar voor. Waarom zou u jurylid willen zijn voor zo'n activiteit? Want dat motiveert ook aan de bewoners bijvoorbeeld, aan de cliënten. Mag niet uit hoe je leeftijd, hè? Maar je kan gewoon meedoen. En dat geeft ook kracht om verder te gaan met het leven.